Republic Studios. Mitsui hier. En welkom bij een game die jullie nog niet vaak hebben gezien. Formule 1 2017. Ja, het is zover. Ik heb gevraagd op Twitter met welk team ik moet rijden. Er is maar één comment binnengekomen. Waarschijnlijk omdat ik het niet heel lang heb laten zien. Maar ze zeiden Force India. Dus we gaan Force India doen. Met Nico Kari. Dat was een Finse coureur. En mijn teammate wordt Esteban Ocon. Even kijken. Is dat goed? Daar ben ik te lui voor. Ja. Oké. Daar gaan we dan. Onze Nico Kari careermode bij Force India. En ik zal stil zijn tijdens de cutscenes. Hooguit zal ik wat commentaar even over de cutscenes, maar. Dat zal niet al te veel zijn. Als het wil laden. Ja. Onze agent. Wie kent haar niet? Such short notice. I just needed to cover a couple of quick things for you. Firstly, as requested, there's a copy of your contract. It's a rolling deal. However, the team reserves right of termination if you fail to meet performance standards. You're second driver for now, but work hard, hit your targets, and I'll be able to sweeten the deal. I'm also looking to get you into some invitational events throughout the season. The experience and exposure from these would be great for your image. Now then, go get ready for the next session. And good luck. Nou, dat was de eerste meeting met onze goede vriendin, de agent. Ik heb niet in het Nederlands staan, dus dat zal wel een probleem zijn. Ik zal een beetje proberen te vertalen de volgende keer. Maar het gesprek ging meer over het contract van. Dat ze mij eruit kunnen schoppen als ik het niet goed doe. En dat ze natuurlijk de invitatie event voor de klassieke auto's natuurlijk. Nou, dan gaan we dit even lezen. Dear Nico, welcome to Shore for the near Formula One team. We're delighted to have you on board and look forward to working closely with you over the upcoming seasons. You are still a second driver alongside your teammate Esteban Ocon. We expect you to work together to help develop the car and the team as quickly as possible. Now let's get out there and win some points. Oftewel, de confirmation van ik ben tweede driver en we gaan ervoor. Ja. Vehicle management. Waarom is dit dan weer apart? Dat vind ik dan weer. Ah, dat is natuurlijk. Ja, nee, klopt. Dat is psychologisch. En de practice programs. Die zal ik jullie waarschijnlijk niet laten zien. Ik weet niet of jullie er zin in hebben. Duurt een beetje lang. Maar we gaan het bekijken. We gaan het doen. Nou, als jullie vragen van mij in de comments hebben, stel ze. Ik zal ze waarschijnlijk ook beantwoorden in de video zelf. Ja, practice 2 en 3. Nou, niet zoveel bijzonders. Gewoon standaard. Dat was het merendeel. Echt niks bijzonders is gebeurd. We gaan nu naar de qualifying en
Daar zal ik wel bij blijven. In Qualifying 3 had ik alles al gedaan, dus ik kon gewoon meteen retiren. Ja, Introduction to Rivalry. Dat zal wel kan zijn. Ja. Oké. En nog iets spannends. Voicemail. Your qualifying goals came up in the board meeting this morning. Here's what to expect. Nou, zevende en beat Esteban Ocon. Moet lukken. Moet lukken. Ja. Volgens mij is er nog weinig nu te bekijken. Oh, de interest. De reputation level. Ik vind het wonderbaarlijk dat de Ferrari interest hoog is. In ieder geval aardig hoog vergeleken de Williams, Mercedes, McLaren. Ja, McLaren boeit me sowieso niet. Mijn doel is natuurlijk om naar Ferrari te gaan, mijn favoriete team in de Formule 1. Maar ik weet niet eens of ik het tweede season hiervan ga doen. We gaan weer leven. We gaan naar de short qualifying. Welcome to Melbourne, where qualifying for the Australian Grand Prix should be getting underway shortly. It always looked like the kind of track that asks an awful lot of the rear tyres, such as the frequency of low-speed exits. Lots of low-speed exits means the rears are in for a lot of punishment. It's all too easy to spin them up coming out of a corner too aggressively. It might look great for us as spectators, as we love to see a car driven beyond its limits, but it's not going to result in a great long-run pace. Het is gewoon een short qualifying, dus kijk of de setup nog op de orde staat. Ja, want ik. Oké. Join us tomorrow, where we'll be live with all the action. And until then, it's goodbye. Nou, we gaan even rustig scrollen naar beneden, even kijken of er nog iets bijzonders gebeurd is. De McLaren staan er aardig goed bij. Oh. En Palmer is het laatste. Pardon. Er is iets meer. Of Palmer is gecrashed, of er is iets anders gebeurd door Palmer. Want de 10 seconden achter een Sauber. Daar heb je knap gedaan. Daar heb je heel knap gedaan. Ja, op naar de eerste race zo meteen, hè. Starten vanaf P6 is gewoon een goede positie. Ik denk dat ik wel een paar van de start moet kunnen pakken, als ik een normale start heb. Dus we gaan beleven. We gaan het beleven. Ja. Twee infections incurred, min 6 punten. Ah, boeien. Ik ben ook niet geweldig. Ja, lekker. Je hoeft het interessant hier te vinden. Denk het niet. We gaan naar de voorsprong luisteren. Hallo, ik wilde gewoon de team's expectations voor deze race. Good luck! Championship target 7 of hoger. Session goals 7 of hoger. En natuurlijk willen ze dat ik Ocon voor Ocon blijf. Nou, ik sta al 6e, dus. Moet gewoon goed komen. Wacht even hoor. Naar de race. Daar gaan we dan. It's out with the old and in with the new here at Albert Park as we usher in what we hope will be a triumphant new era of Formula One racing. For our drivers though, it's very much business as usual as they look to be first across that line and get their championship off to a winning start.
just south of Melbourne's downtown business centre is the one and only Albert Park Circuit. 3.3 miles of public roads, all closed for the weekend of course, make for a bumpy racing surface with little undulation. There are 16 corners around the lake, but a couple of good passing opportunities as well, thanks in part to the DRS zones into Turn 1 and Turn 3. Today's race, of course, not simply the start of a new season, but the start of a new kind of Formula One. Anthony Davidson, great to have you with us once again. This is a big moment for the sport, big changes to the technical regulations, the potential, perhaps, to give us the biggest shake-up since 2014. Very different cars visually and, fingers crossed, much faster as well. Good thing then that combined these teams put in just a shade over 13,000 kilometres on the clock during testing. The cornering speed of these new machines is absolutely unbelievable. How many lap records are still held by Michael Schumacher from 2004? Well, on the right day, on the right tyres, we might just be threatening them this year. Wider tyres, wider cars, more downforce. I have to say they look great and the qualifying spectacle is undebatable. Now the big question remains, can they follow? Can they race? Or have these new rules gone too far? We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Valtteri Bottas lines up on pole position, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Raikkonen, Daniel Ricciardo, and of Force India, Ocon, Verstappen, Hülkenberg, and Daniel Kvyat. Yep, that was not the team. One of all. Gewoon een normale stuff. We gaan. Nou dan. Heerlijke start. Damn. Ik begin een klein gaatje te vormen tussen mij en Vettel, maar ik heb ook een gaatje van Hamilton naar mijzelf. Dus we zitten goed. 15 rondes. Dus. Oeh, dan moet ik even liften. Hier verlies ik altijd veel tijd. Maar als ik nog een auto uithoud. Goede pits op krijgt, geen schade veroorzaakt, komt alles goed. Dus toch, ik heb toch echt te weinig daarvoor vergeleken met de Red Bull, de Ferrari en de Mercedes. Kijk eens hoe klein dat gat nu alweer is geworden. We gaan proberen te vechten natuurlijk. Ik bedoel, ik ga nooit mijn plekje opgeven, maar we gaan beleven hoe we het gaan doen dit seizoen. Of niet. Raikkonen heeft hem ingehaald. Dat is goed om te zien. Dat ze vechten. Oh, daar ga ik ietsje zwijt. Dit is niet goed. Dan kom maar mee de Finn aan.
Ja, sorry dat ik een beetje van achter klik, maar zo ben ik gewend geweest. Ik zal in mijn spiegels proberen te kijken. Serieus? Nu al de pitwinden? Houdt dit ook niet? Deze hoor. Vijf tot elf? Oké. Een ronde vijf dus, blijkbaar. Dit was niet optimaal. Ik verwacht zelf niet een podium te halen. Maar het zou natuurlijk wel ontiegelijk geweldig zijn als ik nu al een podium weet binnen te halen voor de eerste race. Ik heb natuurlijk twee snelle coureurs achter me zitten. En daarachter zitten nog de Red Bulls. Ja, je kan het zien. En hij heeft weer DRS. Misschien, ik ga het proberen. Oh. Nou, hadden we even een beetje geluk dat hij lokte. Oh. Beetje geluk dat deze man het blokkeren, maar altijd mooi. Ik heb het net al gezegd, ik blijf vechten voor elke positie. En ja, we gaan zien waar we komen. En de gelukkig fuel die gaan we zo meteen gebruiken als ik denk dat Rijker namelijk zo meteen naar binnen gaat. Oh, daar komt hij, daar komt hij. Nou, dan aan de binnenkant. Haha. Deze keer wel een betere ex en we hebben de DRS zelfs. Dus we mogen wel in de voorkant houden. Pit windows open. Ik denk dat we naar binnen gaan deze ronde. Oeh, die zijn aan het vechten. Dat is altijd mooi. Dat betekent dat ik door deze bocht meer tijd kan winnen. Hamilton is er ook echt langs. Wauw, nice. Maar trouwens is het minder nice, want deze auto is beter. In ieder geval qua motorisch gezien. Dat is wel wat minder. Oh, hij prikt hem ook nog aan de binnenkant ook. We hebben elkaar opgehouden. Oeh, lichtelijk contact. Ik liet iets te vroeg mijn rem los. Oké, Verstappen is de enige die me volgt. Stort hoop op een goede pitstop. Oh, ging net goed, ging net goed. Ik vind het iets te vroeg los. Nu de pitlimiter eruit zetten op tijd.
Nou ritsmixen en nou zo snel mogelijk en hard mogelijk doorrijden. Dat ze voor Räikkönen en Hamilton kunnen eindigen. Het zou wel echt heel mooi zijn, dat zou lukken. De stappen kan in ieder geval niet aankomen. En dat is waarschijnlijk omdat het motorisch geweest ik heel hard bij hem wegloop. Oké, met 10 meters in de pit nu. Dat betekent dat Räikkönen en Hamilton er al even zijn. Dit kan waarschijnlijk heel close worden. Oeh, daar komen ze. Dit zijn de mannen die ik in moet halen. Räikkönen is waarschijnlijk nog niet binnen geweest, want ik zag hem nergens. Of hij is ingehaald in de pit. Zou kunnen, maar ik denk dat hij echt zijn ronde rijdt. Net zoals Bottas, omdat ze tweede driver zijn. Ben ik blij dat ik een ronde eerder naar binnen gereden ben. Come on. Juist. Oh, en we zitten strak achter. Oh, oeps, dat was iets te enthousiast. Ik blijf er even achter zitten, tot de DRS-lijn. Goeie exit. En haken op beide langs. En Räikkönen is voor ons geëindigd. Dat wil dus pushen. Jammer. Het was niet snel genoeg om Räikkönen erbij te houden. Oh, gele vlag, hè? Dat kan mij helpen. Want dit is... Oh, Bottas. Hij leidde de wedstrijd. Dus dat betekent dat ik nu weer nog steeds op een podiumplek zit. Dat is mooi. Ik denk dat hij een puncture heeft. Of misschien een gebroken front end. Ik ga even kijken wat er met Bottas gebeurd is. Zodat we kunnen zien. Ja. Kijk, daar hebben we hem. Ik zal het even beter laten zien. We zien het hier. Hij is gewoon in zijn achterwand. Is gewoon kapot gegaan. Kijk, als nog iets. We zien daar. Oké, die is aan het vechten, dat is mooi. Ja, Hamilton was aan het vechten met een Sauber, dus dat is mooi om te zien. Maar Bottas is gewoon zijn achterband kwijt. Oeh, daar ging het bijna mis. Hier rij je waarschijnlijk op de supersoftband en je moet in de laatste paar ronden naar binnen. Dus als ik daar gewoon
bij kan blijven, de gasten voor hem uit. Want Rijkaard heeft nog 2 ingehaald, dat betekent in ieder geval gaat 2 inhalen. Dat betekent dat het derde wordt, zeg maar. Ja, Alonso en Palmer zijn het. Dan rijdt Ricciardo als goed is bij hem al vooraan. En ik denk dat hij ook nog naar binnen moet. Maar hij kan het aardig opgehouden door Palmer. Die vecht natuurlijk vooral, dat is gewoon voor positie. Ze moeten dit doen en dan zitten we gewoon achter Rijkaard. Kan Palmer hem hier nog ophouden? We gaan naar Richards. Het zou ideaal zijn dat Palm nog een keer ze kan opbouwen. En dan kunnen we hier gewoon... Hij lokt hem en we gaan hem meteen mee. Oeh, iets kwijt. Dan gaan we terug naar standaard, want ik wil niet te veel willen. Ik wil gewoon een podiumplek op het eerste, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Dit is Sainz was het. We rijden nu P3. Ferrari op een 1-2, dat is goed voor Ferrari in het klassement natuurlijk. We doen even 5 ronden. Om natuurlijk mee te rijden gewoon met Räikkönen, want ik denk niet dat ik hem in ga halen. Gewoon 2 vinnen op het podium. Heerlijk. Als ik Hamilton achter me kan houden, we gaan snelste in de eerste sector nu. Kijken of we het snelste rondje even neer kunnen zetten. We hebben genoeg marge tot nu toe naar Hamilton. Ik ga heel uit, het is niet slim. Hoe zit het met de... Oh. Ik ga even naar Lien. Als het net voor Räikkönen 1.25 en ik ben gewoon 2 seconden langzamer. Dan gaan we terug naar standaard, want ik vind Hamilton aardig dichtbij komen. Ja, het is één ding om erbij te rijden, naartoe te rijden en het andere ding is nog inhalen. Dus kom op Hamilton. Ga je gewoon voor je plek houden. Dit is mijn podiumplek op mijn debuut. Dat zou meteen een geweldige eerste indruk zijn voor het team van Force India. En de andere teams. Maar ik zit in dit seizoen wil ik meer opletten om naar aerodynamica te gaan upgraden, want ja, je ziet wel, er zijn gewoon bochten die ik niet kan, die ik niet het gas naar beneden kan doen, zoals deze. Het moet gewoon gaan lukken aan het eind van het seizoen. Blijf maar dichterbij komen. Oké. I'm catching the guy ahead. Oké, ik loop in op Räikkönen volgens mijn engineer. Maar we moeten wel natuurlijk weer zijn banden naar het eind van de race halen. Er zit nog genoeg leven in hoor. En waarom ik voor trouwens 25% race heb gekozen is gewoon puur, ik heb weinig tijd.
Ik heb te weinig tijd voor een 50% race. Dus sorry daarvoor. Bovenstuur. Het begint wel spannend te worden nu. Want Hamilton komt zeer snel dichterbij. Hij zijn natuurlijk als eerste naar binnen gegaan. Wat natuurlijk zo zijn voordelen heeft. Maar het heeft ook zijn nadelen. En hier is er één van. We hebben nog genoeg fuel in de auto zitten. Dus we kunnen altijd nog iets rits. Altijd nog maar rits gaan als nodig is. Oké, want we zitten op onze staart met nog twee rondes te gaan. Mijn fout, 3 rondes. Ik zal natuurlijk af en toe gewoon knippen in deze serie, maar dat heb je waarschijnlijk al gezien. Als er gewoon onnodige dingen tussen zitten. Kijk, je hebt de sector een keer goed genomen, maar dat heeft geen nut. Want Hamilton blijft erachter. We gaan naar de binnenkant. We houden hem langs de buitenkant. Knijpen hem af. Oh, hij zit er. Oh, Hamilton, wat doe je? Oh, ik schiet door. Ik schiet door. We houden in de slipstream. Als we in de slipstream houden, dan gaan we mee. Hou hem op. Geef hem een klein tikje. We zorgen ervoor dat we niet langs gaan. Nou, een paar ronden. Nou, hadden we gewoon echt mis kunnen gaan daar, bij Hamilton. Ik kneep hem af, maar hij ging er toch voor. Respect er wel voor, maar dat zou maar over kunnen zijn. Het is dat mijn motor zo heel goed loopt. En anders had ik het niet gehaald. Anders had ik het niet lang uitgehouden, denk ik. Oh, dit is ook niet slim. Blijven verdedigen. De laatste ronde gaat nu in. Gaat nu pas in. Daar komt hij. Ik ben niet zozeer hè. Oh, hij loopt hem. Zodat ik niet de switch weer kan doen. Ik moet hem nu inhalen. Een van de laatste kansen om het te doen. En het lukt. We houden hem ervoor. En hij valt meteen een stukje terug. En nou is het alleen maar concentreren. We houden hem op de baan. En maak geen fouten. Zoals ik wel eerder heb gedaan in de vrije trainingen en in de race een klein beetje. Er zijn een paar fouten gekomen. Zo zie je weer eentje. Er is een dom foutje om te veel achter elkaar te hebben. Iets waar ik niet op moet focussen. De winnaar is Sebastian Vettel. Dat wist hij wel, maar daar gaat het niet om. De battle gaat nu om de derde en dan zie je de plek. We
Hits niks er gedaan. Raikkonen is out of the race. Team in second place and for the first time in his career, Nico Kari will step on a GP3 podium. Oh, daar staat hij met een issue waarschijnlijk. Maar hij is een derde. Ah, wat een heerlijk debuut. Echt heerlijk. Raikkonen wint de race. Wat? Maar het zou toch Vettel? Ben ik een gek of? Dat is serieus, was ik het nou verkeerd? Er stond rechts op dat ze Vettel won. Nou. In ieder geval, dan doen we Raikkonen naar de eerste race van het seizoen blijkbaar. En wij staan derde. Heerlijk. Op het debuut. Ferrari is blij. En Forzinia is blij. En de Finse fans zijn ook blij. Kimi Raikkonen, DNF. Die heb ik nog nooit gezien. It was probably one of his best drives this season, and I was thoroughly impressed. On to the constructors then. Ferrari, yeah. To the top of the table. Dit is vreemd. What a weekend that has been. Please join us next time for another thrilling installment. Ik ga even de replay kijken. En dan gaan we zo meteen gaan we terug. Ik ga even switchen naar Raikkonen's auto. En ik ga helemaal naar het einde skippen. In ieder geval, dit is Raikkonen, ja. Ja. We gaan hem helemaal naar het einde van de race volgen. En dan ga ik even kijken wat er gebeurde. Want ik snap het niet meer. Hij is dus gedNF'd. Maar won de race daarna. Ik snap het niet. Hij heeft gefinished, DNF'd daarna, en dan staat er gewoon min. Dus Vettel was 17 seconden eerder over de finish volgens de game. Maar nog steeds gaf hij Raikkonen aan als overwinning. Ik vind het maar knap. Ik snap er helemaal niks van. Ligt het nou aan mij of wat? Ik snap er echt helemaal niks van. Nou, ik zie jullie zo meteen wel. Oké, we zijn met elkaar gekomen. Dit is Raikkonen. Hij gaat naar de finish toe. Hij finished hier. En engine failure. Boom, instant engine failure. Wacht, dan gaan we even kijken. Boom. Daar is de lijn. En instant engine failure. Instant engine failure. Wacht even. Maar we hebben toch uit de race gezien? Lijn. Boom. En zijn failure. Hij parkeert hem hier. Je ziet daar, hij is tweede. Want. Hier is Vettel. Hij is celebrating. In ieder geval. Nee. Hier. Hij is celebrating. Hij denkt, jongen, maar. Er komt Raikkonen aan. En zo kun je. Juicht nu.
blijft daar staan. Hier, we kunnen ook niet meer naar hem toe switchen nu, dus hij is uit de race. Dan komen wij over de finish. En we zien hem daar staan. Of blijven we dan? Hier, hij is doorzichtig. Ik heb nooit meegemaakt. Nou oké, blijft Codemasters. Dus Marije kunnen winnen.